Afgelopen dinsdag 27 mei was bij Tros vermist te zien onze Winterswijkse Velka-kolen branden. We waren toch wel heel erg nieuwsgierig wat nou het verhaal achter het verhaal was. En we zijn bij haar naar binnen geschoven. Hallo Velka. Hoi. Ja, daar zit je dan. Ja. Je was op zoek naar je moeder. Klopt. En ja, dat is mijn moeder. Gevonden. Ja. Gevonden. Ja. Hoe voel je je? Het is emotioneel erg zwaar. Ja. En ja, je zit wel echt in een rollercoaster. Want hoe lang ben je aan het zoeken geweest? In totaal 2 jaar. En vanaf het moment dat ze hier in Winterswijk zijn komen filmen van vermist tot 27 mei was het 2 maanden. Dus dat is super snel gegaan. Ja. En ja, je kunt het nog niet echt een plek geven. Het is wel allemaal, ja, je gaat gewoon automatisch piloot en je gaat door. Ja. Ja. Nou hebben wij elkaar heel kort van tevoren gesproken. Dat was nog voordat we dus wisten dat je moeder ook daadwerkelijk in Nederland was. Klopt. En toen was je heel zenuwachtig. Klopt. En toen brak de grote dag aan. Het was dinsdag. Je zat in de bank en daar kwam ze. Ja. En toen mocht ze mee naar huis. Ja. En toen? Wat is er gebeurd? Nou ja, we hebben natuurlijk eerst tranen met tuiten gehad. En dat voelde heel onwerkelijk. Maar ik ben wel heel blij dat ze er is. Het is echt een, het is gewoon zo bijzonder om je moeder na 34 jaar te zien. En ik heb er gelijk al gezegd van, ik vergeef je voor alles. Want dat is helemaal niet nodig. Dat was echt wel een zorg wat ze had, hè? Ja, ze was heel erg bang dat ik haar zou haten. En dat is absoluut niet zo. Nou, alleen al het feit dat je haar bent gaan zoeken, dat is voor haar toch al wel een heel groot teken. Dat. Ja. Ja. Ja, dus dat is, maar het is allemaal zo onwerkelijk nog steeds, hoor. Zelfs vanaf dinsdag tot nu, het is heel veel. Voelde je direct een bepaalde band, een bepaalde connectie? Ik voelde wel dat het mijn moeder was. En het is gewoon in eerste instantie als je elkaar vast hebt, dan is het echt gewoon alleen maar pure emotie wat je voelt. Ja. En nou zijn er hele kleine dingen die mij ook wel de zekerheid geven dat ze echt blij is om het te zien. Ja. 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 Dus het voelt wel echt heel goed. Ach, geweldig. Ja. Geweldig. Wat, je hebt natuurlijk jouw mama en jouw moeder hier in Nederland. Wat vindt zij dat jij deze zoektocht bent begonnen? Ze staat er heel erg achter. Ze heeft wel eens vaker gezegd van, nou, ik hoop zo dat je ooit een keer je echte moeder kan zien, omdat ze kijken wie ze is. Mm. En ze is gewoon heel erg blij ook. Heel erg gelukkig. En we willen ook echt met z'n allen ervoor gaan om te zorgen dat, dat mijn moeder gewoon een goed leven krijgt. Ja, want ze heeft het niet zo heel erg makkelijk, hè? Nee, het is heel zwaar allemaal in Peru. En er zit ook een best wel een verhaal achter dat eigenlijk niemand weet dat zij in Nederland is. En dat ze denken dat ze in Peru aan het reizen is. Mm. En het is gewoon heel moeilijk om te zorgen dat ze een goed leven kan krijgen zonder dat het te veel opvalt. Ja, en daar ga jij je sterk voor maken. Zeker, ja. Ja. Dat wil ik echt voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Ga je zelf ook een keertje naar Peru? Dat wil ik wel. Ik wil wel zien waar ze woont. Alleen we kunnen dan niet in het dorp waar ze woont kunnen we afspreken. Dus dat moet echt in een andere plaats. Ja. Ja, dat vind ik wel. Ik vind het gewoon vooral heel erg zielig voor haar. Dat ze niet nu kan vertellen eindelijk van, nou, ik heb mijn dochter gevonden. En dat kan ze gewoon tegen niemand zeggen. Dat ze haar blijheid openlijk kan delen. Ja, ja. Ja. En je hebt ook nog een halfbroer en een halfzus. Klopt. Daar heb je ook foto's van gezien? Nee, nee, nee. Want in eerste instantie werd er gezegd dat ze geen contact met hen had. Ja. En daarna hier thuis, zeg maar, werd er verteld dat ze dan alleen contact had met mijn halfzus. Ja. Die schijnt heel erg op mij te lijken. Die doet ook 's avonds daar de lampjes aan. Die loopt een rondje door het huis. En, zodat de buren denken dat ze thuis is. Mm-hmm. Dus het is allemaal, het is allemaal heel ingewikkeld. En, Ja. Maar er is dus misschien wel een mogelijkheid. Want zij weet dus dat ze aan het reizen is in Peru. Of zij weet ook dat ze hier in Nederland is. Weet zij dat ze een halfzus heeft? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker. Dat heb ik er nog niet helemaal uit kunnen halen. Ja, het is ook zo'n korte tijd dat je je wil ook zoveel vragen. En ik wil haar ook niet continu belasten met die ervaring die ze natuurlijk heeft gehad als tiener en meisje. Dus, ja. Want dat is al best wel heel zwaar natuurlijk. Ja.
Laten we het dan nog maar lekker ergens anders over hebben. Wat gaan jullie nog allemaal doen nu? We zijn gisteren naar Openluchtmuseum in Arnhem geweest. Oh, dat is geweldig. Dat vond ze helemaal geweldig. Ja, dat geloof ik. Dat is echt leuk. Ja. En de draaimolen geweest. Oh, en poffertjes gegeten. Oh, ja. Poffertjes. Poffertjes. Eat. Were they good? De poffertjes? Las bolitas de carne. Las bolitas de carne que comiste. Bien rico. Ja. Voor de kijkers, we hebben een tolk aanwezig. Dus er wordt ondertussen wat gewoon even tussendoor vertaald wat er gezegd wordt. Nee, en verder, we gaan vanmiddag winkelen. En ik moet even sokken voor de kopen, want al mijn sokken die verdwijnen in de tas. dat zijn praktische dingen wat ze... Ja, ze kent het niet en ze kwam hier ook aan en ze had gewoon geen sokken aan. Ik denk, jeetje, weet je, het is best wel lekker om even warme voeten te hebben. Maar daar heb je toch ook wel hele koude nachten? Of? Jawel, ja. Maar ja, als je niks hebt, want ze verdient iets van €12 op een dag. Okay. Ja, dat is, dat, weet je, dan koop je misschien een beetje boodschappen voor en je betaalt misschien wat huur, denk ik. En dan is het op eigenlijk. Mm. Dus ja, ik heb nu zoiets van, weet je, dat soort dingen inderdaad qua sokken dan. Want ik vraag dan elke keer of ze nieuwe sokken aan wil, maar dan die verdwijnen allemaal in de tas. dus dat soort dingen wil ik echt wel voor de kopen, dat ze dat gewoon heeft. En, Zijn er nog meer dingen wat je haar mee wil geven? Wat ze mee kan nemen natuurlijk. Gisteren heb ik een cadeautje gegeven met een windlicht. Dus dat met een hartje en een soort van vee. En dan een hartje van gemaakt met de datum dat we elkaar ontmoet hebben. Mm-hmm. Het zijn allemaal hele kleine dingen wat ze mee kan krijgen. Omdat het natuurlijk ook niet in één keer... ik kan niet in één keer een hele nieuwe kledingkast voor de kopen. Valt ook op. Dat valt gewoon op. Ja. Ja. Ja, dus... Het is heel lastig in wat je moet geven. Ja, dat, een emotionele rollercoaster met alle ups en downs. Ja. Ja, en je bent 's avonds echt gesloopt. Want dan ben je zoveel aan het denken en je wil zoveel laten zien. Maar voor hun is het natuurlijk ook heel veel informatie allemaal. En ze is ook echt wel gesloopt, denk ik hoor. Ja. Ja. En verder lekker nog genieten tot zondag. Ja. En dan moet ze helaas weer terug. Ja, dat is wel hard. Ja. Ja, dat is echt... Maar dan hopelijk voor niet al te lange tijd dat jullie elkaar dan... Ik hoop het. Ja. Nou, ik ga echt wel mijn best doen om gauw die kant op te kunnen, ja. Maar Velka, er is nog iets wat je heel graag wil proberen te realiseren. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Haar situatie in Peru is natuurlijk niet om over een huis te schrijven, zeg maar. ze zit in het huis van een overleden man en... dat is allemaal best wel heel zwaar daar. Eigenlijk wil ik heel graag kunnen realiseren dat ik voor haar door een inzameling misschien of iets met hulp van iemand, dat ik weet hoe het moet, dat ik dat dan uiteindelijk aan haar kan schenken, zeg maar. Maar je hebt al de middelen daartoe of heb je daar nog hulp bij nodig? Ik heb geen idee waar ik moet beginnen, dus hulp door een iemand of als iemand wat weet of weet hoe die dat moet doen, dan zijn ze welkom. Die de lijnen daar naartoe kan realiseren. Ja, want het is natuurlijk heel lastig om zoiets te gaan realiseren en ik heb dat ook nog nooit eerder gedaan omdat ik die situatie ook nog nooit heb gehad, maar nou wil ik wel echt me daarvoor hard maken. Ja. Dus het zou heel erg fijn zijn als iemand die wat meer van Peru weet, of in ieder geval... In elk geval van hoe je zoiets zou op kunnen zetten, als iemand dat weet, dan Dan mag hij zich graag bij jou komen melden. Ja, zeker, ja. Nou, wie weet. Ja, He? Ik hoop het. Ja. Het zou een goed begin zijn, in elk geval, ja. Signora, ze zijn er natuurlijk een heleboel dingen die u heeft gezien in de laatste dagen, waar u nog nooit van heeft gehoord. Ik zal het heel eventjes in het Engels vertalen voor de talk. She has seen things she thought she never could have seen, or she was totally flabbergasted. Maybe she can give an example. Mm-hmm. Hay cosas que has visto que te han sorprendido. Sí, en el museo. Mm-hmm. Los juegos, muy bonitos. Okay. Después las vacas. Los caballos,
que bueno, en el Perú son diferentes las cosas que hay allá como acá, en Holanda. Mucho me sorprendió bastante, cosas muy bonitas se encontraron y espero seguir gozando hasta el domingo que viene. Even nog een heel kleine vertaling tussendoor. Ze vertelt dus over dat ze een heleboel hele mooie dingen heeft gezien. De spelletjes in de supermarkt, de dieren langs de kant van de weg. Ze is al naar een museum geweest. Dus van alles nog wat. En zoals hier in huis. Misschien Velka, dat ik jou dat het best kan vragen. Wat, ze kwam hier binnen en waar sloeg ze stel van achterover? Nou, de vaatwasser is wel een ding natuurlijk. Dat hebben we gisteren samen ook ingepakt. En het broodje, we hadden croissant, chocoladecroissant. Dat werd helemaal opengescheurd om te kijken waar die chocola zat. Nou ja, en de konijnen, dat is voor in Peru eten ze cavia en konijn. En ze ziet, bij mijn konijnen ziet ze ook echt een diner. Dus daar heb ik al gelijk gezegd van, die mag je niet opeten, dat zijn huisdieren. Ja, en verder de douche. Is natuurlijk best wel heel erg onbekend. En genieten, kan ik me zo voorstellen. Ja, ook. Ja, en het zijn gewoon heel, heel veel kleine dingetjes. Ze eten een beschuitje zonder boter of iets erop. Het zijn echt heel veel kleine dingetjes. Yeah. Ja. You like the shower? Ja, denk ik wel leuk. Yeah. It's like a warm, isn't it? It's caldi, it's caliente. Caliente. Yes, tibia. Yeah. It's pretty different from the way you wash at home. I presume. Es diferente a lo que estás acostumbrada en Perú cuando lavas o cuando te duchas. Sí, muy diferente. Muy diferente. Yeah. Yeah, it's different. Holland, it's different from Peru, yes. Okay, yeah. Het is heel anders. Ja. Yeah. Met paraplu's, hè? Umbrellas. She like. She loved the umbrellas. When we arrived here, it was raining a lot. So the first thing that she saw, she was fascinating. It was the umbrella. Because she never used that in Lima, because it's hardly ever rain. Okay, in Lima regent het bijna nooit. En dus ze was helemaal gefascineerd door de paraplu's. Ja. Ja, oh, geweldig. Ja, het was echt leuk om te zien. Ja. Dat was schitterend. Gewoon, echt met de paraplu de winkel ook inlopen. Ja. We moesten uitleggen van nou, binnen regent het niet. En het in- en uitklappen is natuurlijk een dingetje. Dus Ja. Ja, geweldig. Ja, het levert leuke momenten op. Ja. Ja. Super. En dan komen er nog een paar dagen. Gelukkig wel. Ja. Ja, het lijkt wel ergens alsof de tijd stilstaat, maar ook wel gaat het wel weer heel snel. Dus